In de BiedTV Expo-agenda aandacht voor diverse kunstexposities van de kunstcommissie van Kunst als Medicijn. Al jaren geleden raakte Gemma Distelbrink gefascineerd door de uitdrukkingen en karakters van grotere vogelsoorten. De laatste jaren heeft ze zich vooral met deze vogelportretten bezig gehouden. Ze heeft geprobeerd hun blik, hun oogopslag en karaktereigenschappen te vangen in klei. Een expositie van het werk van Gemma is tot eind juli te zien bij de Noordwest Ziekenhuisgroep. In haar patchwork en kilten maakt Janna de Rover meestal figuratieve kilts, oftewel kilts met een voorstelling. De reizen die ze samen met haar man maakte zijn een bron van inspiratie. Ze werkt naar aanleiding van de foto's die ze maakten van de plaatsen die ze bezochten. Ook hedendaagse gebeurtenissen zien we terug in haar kleurrijke kilts. In de vitrines bij de hoofdingang is tot en met eind juli een expositie over tassen te zien van Charlotte Zoon. Charlotte Zoon, docenten tekenen aan de Vrije School in Bergen, combineert schilderen en textiel en maakt tassen.